Dit zijn de uitzendingen van Radio Nazareth. Het inburgeringsprogramma. In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, spreekt men in Nazareth niet het Hebreeuws, maar het Nazarets. Een landelijke taal die nieuwe Nazareners onder de knie moeten krijgen, willen we echt kunnen spreken van een integratieproces. Vandaag les 7. De klaxon van een auto is in Nazareth... Een tromperen. Wanneer een auto aan een kruispunt komt en onraad vermoedt, dan toetert hij. I tromptige. Een koe staat in de stal niet te loeien, maar... Te burrelen. Iemand die snel op zijn tenen getrapt is en licht geraakt, noemen we... Een opscheuten. Op zondag kan u een aardig stukje vlees naar binnen werken, uw vrouw weet dat. En serveert u dan ook een behoorlijke biefstuk. Als u een paar laffen. Iemand die niet alleen thuis zijn mannelijke plichten vervult, maar ook op verplaatsing zijn mannetje kan staan, noemen ze in Nazareth... Een scheefpoeperen. Men kent hem in de buurt dan ook als een voornaam bevruchter. Een hitsegord. Zeg niet, er zijn diverse mogelijkheden, maar... Te frente. In Nazareth vertelt men geen onprettige verhalen, maar doet men... Bescheidene commissies. Zeg niet, dat komt allemaal in orde binnenkort, maar zeg... Met tijd en boterham. Staat u op de markt en zocht u naar vis, maar bent u bij het fruit, dan spreken we van een... Miskroom. Is een vrouw te vroeg van een kind bevallen en is het doodgeboren, dan spreken we van... Een miskroom. Bent u dronken weg aan een deur een grapje aan het vertellen, dan bent u de deur aan het... Vermokken. Doet u daarna diezelfde deur met de sleutel dicht, dan bent u de deur aan het... Vermokken. Het Nazarets. Je hebt het niet 1, 2, 3 onder de knie. Het Nazarets. Als de niet luistert, krijg de van de markt nee. Als de niet luistert, krijg de van de markt nee. Nu nee, Rudy. Je tromptige. I tromptige. Festival van Vlaanderen. Waarom zie je dat niet? Ah ja, zegt ze zo, ik heb dat niet nodig. Allee, dan... Heet ook jij geprobeerd, denk. Maar ik heb dat niet nodig. Ja, hoe kun je toch weten dat je niet nodig hebt, dat je nog nooit geprobeerd hebt? Ja, ho. Ik zei tegen haar, ik zei van... Lustig, Kerry.